En nou, sommige mensen die krijgen het niet over hun lippen, het woord sorry. Voor iedereen die het niet uit zijn strot krijgt, is hier cabaretier Martijn Cadol met zijn wekelijkse rubriek Martijn zegt sorry. Ik sta hier op een verhoginkje, Mike. Oh ja. Dat weet. Ja, dat is voor iedereen al raar. Waar komt hij ineens vandaan? Maar voor jou helemaal natuurlijk. Goed, ja. Nee, ik wil wel even met een heel serieus punt beginnen namelijk. Ik heb me een beetje geïrriteerd. Het moet een keer klaar zijn nu, wat mij betreft. Want, dames en heren, gisteravond was er weer een supermaan te zien. Jawel! Voor de zoveelste keer alweer een supermaan. Ik bedoel, hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog maan, dacht ik bij mezelf. We herinneren ons allemaal de bloedmaan. Dat was hem, ja. Met afstand de grootste desillusie uit mijn leven tot nu toe. Niks aan te zien. Toen kwam er een paar weken geleden de meest bijzondere supermaan aller tijden. De superbloedmaan. Die had je toen. En gisteravond was het dus weer een superbijzondere supersneeuwmaan. Dit was hem. Ja, dat was hem. Ja, ik kan ook vinden. Ja, dat is het, ja. Maar nu, ik wil wel een beetje afspreken eigenlijk, nu is het klaar. Ik wil er echt alleen nog maar iets over horen als het echt bijzonder is, weet je wel. Als die naar beneden dreigt te flikkeren of zo. Of hij is zo helder dat je kunt zien dat er, weet ik veel, 20 potten Chicken Tonight op de maan staan of zo. Dan wil ik iets over de maan horen, anders wil ik er niks meer over horen. Wat mij betreft, steek die supermaan lekker in je hol. Dan heb je in ieder geval een goede maansverduistering. Mijn tip, dan Temptation Island. Ja, ik had er helemaal zin in. Nieuw seizoen en presentator Rick Brandstede liet weten dat het programma eigenlijk tegen zijn principes ingaat. Nou, toen ik dat hoorde, had ik er nog meer zin in. Want volgens mij zijn er maar weinig dingen tegen de principes van Rick Brandstede in. Dus dan moet het wel een heel heftig seizoen worden, dacht ik bij mezelf. Ik had er helemaal zin in. Helemaal met deze aankondiging erbij. Tientallen camera's zullen hen 24 uur per dag in de gaten houden en elke beweging registreren. Ja, joh, als je dit zo hoort, weet je, ik dacht echt, dit wordt heftig. Weet je, de camera's registreren alles, dus die mannen, die komen dat resort binnen, voor het eerst. Ik denk, zo gaat het beginnen, weet je wel. Die zien die verleidsters, die duiken er meteen allemaal bovenop. Eén grote orgie meteen, zoiets had ik in mijn hoofd, dat dat het begin was. Dat kon niet anders. Maar toen, het begon en er gebeurde dit. Is dit kunstgras? Ja. Is het kunstgras? Het eerste dat ze zien is het kunstgras. En daar sta je dan als verleidster, weet je wel, helemaal opgedoft. In je kleinste bikini, je mooiste nepwimpers. Ze komen binnen en het eerste dat ze doen is even kijken hoe de grasmat erbij ligt. En niet eens een spreekwoordelijke grasmat. De grasmat, echt de grasmat. Dit is geen Temptation Island. Dit is gewoon eigen huis en tuin in het donker. En heel ver weg van huis. Dan denk je toch als verleidster, bekijk het allemaal maar lekker, weet je. Stel je voor dat je als vrouw op je man ligt te wachten in de slaapkamer. In een mooie negligé en een lippenstift en een push-up. En dan komt je man binnen. En het eerste dat hij zegt is, hé, hey, is dat geen kliklaminaat? Dat wil je niet. Nee, er was ophef deze week. Omdat de verleiders van Temptation Island al dan niet betaald zouden worden. Nou, ik mag toch hopen dat ze hiervoor betaald worden. Voor deze schande. Je bent er om te verleiden. En vervolgens is iedereen alleen maar bezig om hoe leuk dat mahoniehouten bijzettafeltje bij de bank staat. Dat verwacht je meer op de huishoudbeurs dan op Temptation Island. Maar goed, terwijl op de huishoudbeurs dit jaar vliegen de dildo's en de vulva's om je oren. Dat is ongelooflijk. Dat is één grote geile bende daar, als ik de kranten moet geloven. Gaat helemaal nergens over. En ik altijd maar denken dat het de huishoudbeurs is omdat het over het huishouden gaat. Nee, het is blijkbaar een beurs om eens lekker even huis te houden. Blijkbaar ook altijd verkeerd begrepen. Maar goed, en dan is Temptation Island dus al tegen de principes in van Rick. Dat moet dan zijn omdat het hem allemaal niet heet genoeg is, volgens mij. Want, nou, hoewel, het was overduidelijk wel heet genoeg voor Rick. Echt goed tegen de hitte kan die namelijk niet. Dit was Rick aan het begin van de eerste aflevering. Zag er nog spectaculair uit, niks aan het handje. En dit is Rick na twee zinnen presentatie. Ja, alsof hij net de 110 meter horde heeft gelopen werkt. Dat gaat helemaal nergens over. Na twee zinnen heeft hij zelf dat kunstgas erin moeten leggen of zo. Ik weet niet wat het is. Ik heb zelfs nog een foto van hem. Dit is Rick nadat hij 15 meter moest lopen naar het ontbijtbuffet. Kansloos, kansloos. Ze noemen hem in Thailand ook wel Rick Tsunami Brandsteder. Maar hoe heet het ook is, hij houdt in ieder geval zijn shirt aan. En dat zouden meer man moeten doen. Ja,
Hou maar weg, hoor. Hou maar weg. De sixpack van Giel Beelen had ik ook meer van verwacht. Ik bedoel, het past hem gewoon ook niet echt, weet je. Het is toch een beetje alsof je een 500 pk motor in een Fiat Panda doet. Het is geen combinatie, weet je. Het staat niet bij elkaar. En bovendien, ik wil me nergens mee bemoeien. Maar volgens mij is Giel een klein stukje vergeten te trainen. Kijk, dit is de achterkant. Ja. Alweer een superman zo te zien, maar goed. Want Giel... Ik wil één ding tegen je zeggen. Het leven is soms net als een abstract schilderij. Knap gedaan, maar niet per se mooi om naar te kijken. Sorry. Martijn Kadol.